Wat gebeurde er in de vorige aflevering van Kingdom? Het is hier warm. Het is te heet. Nee. Ja, wat? Hallo? 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 Waar ben je? Ik zie je. Ben hier. Ik zie je daar. Hallo? Hallo? Wat is er gebeurd? Zo. Jullie kwamen gisteravond, hebben jullie met mijn neefje. Naar mijn neefje gegaan. Sinds wanneer is hij ook onderdeel van koning? Wat is daar beneden? Wat is dat? Dat stond er 5 seconden geleden nog niet. Hey! God! Van in de hel! Geef mij die persoon, die neefje of zo, die probeert de hele tijd te nemen. Pas op dat hij hier niet zit, Oké, hij zit. Wat is het? Ik hoop het niet. Ik kan dit doen, hè? Ik krijg echt een hele gevaarlijke zet. Ik ga naar beneden. Ik kan niet. Ik kan het proberen. Kan je niet ergens water voor maken of zo? Oh nee, kan niet, hè? Ik is alleen maar lava te bekennen. Oh! Shit. Dit vind ik gewoon leuk. God! Ik neem uw kracht over! Kom nu naar beneden. Kijk, hier gaan we verder. Oké. What the fuck? Hij heeft zijn god doodgemaakt? What the fuck? Oh shit. Hier. Ga weg. Ga weg, verstop je. Moet dit terug? Ik ben toch nu onzichtbaar voor een hele poos. Oké, waar ben je? Hij is weg. Okay. Moet hier weg. Hey. Wat zijn dat? Herbouw mijn rijk. Ik zal ze afmaken. Zijn dat? Zijn ze vriendelijk? Hallo? Ik weet niet. Hallo? Wie valt mij onderdanen lastig? Weg hier. Auw. Oké, rennen. Oké, dit is niet safe. Wat is dat? Er staan pilaren in de grond. Midden in het lava. Is dat geen kasteel? Er staan pilaren in het lava. Komen ze onderdanen trouwens op wat af? Nee, gelukkig. Wat is het allemaal voor spul, joh? Allemaal spul. Hij zegt dat wij dood gingen door die dingen. Maar nee. Bernie, hey, ik zie vlechten. Oh shit. Hij is er. Zijn als goed is bijna. Als goed is wel. Ik zie het al. Wat zijn deze mensen? Ik weet niet wat het zijn. Zijn dat mensen of? Nee, die slaan. Deze ken ik nog. Van jou, die kwamen uit die portaal. Als je deze één keer raakte, dan kwam iedereen achter je aan. Ja, laten we doorlopen. Ik vertrouw het maar niet. Tenminste, ik kan me nog herinneren. Wow. Wow. Is dat een rare skelet ding wat er staat, een levend of dood? Maar, dat leeft nog, denk ik. Ik schiet even. Laten we die eerst even. Dat leeft zeker nog. Die is dood. Oh. Oké. Okay. Ik denk dat ik mijn zwaard wel aan de handen hou. Mocht er iets op het pad komen, ik maak het dood. Tenzij het hij is. Wat loopt daar? Is een patrouille rondje? Hallo? Ik zag het ook. Welke geest zit ons bang te maken hier? Hey. Ik zag een vlieghoofd. Ik zweer. Een vlieghoofd. Kom tevoorschijn. Nu!
Wie ben je? Wie ben jij? Hallo. Wie ben jij? Kom hier jij. Nu. Oh, oos. Sorry, sorry. Waar ben je? Waar ben je? Bijna, bijna. Wat voor geluiden hoor ik? Ik weet het niet. Je zit nu vast. Spreek! 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 Wie ben jij? Wie ben jij? En waarom komt mij dat ding bekend voor? Wat hij zijn handen heeft. Bekend voor... Helemaal niks. Nee. Hey! Hey, blijf staan. Je bent maar een geest. Komt jou dat ding voor van dit ding? Het lijkt me heel bekend, maar ik ben maar geest. Ik ben heel lang al dood. Alle mensen die doodgaan, die gaan de sprookje van de hemel bestaat niet. Oh, nou ook fijn om te weten. Dus maar, wie ben jij? Wie ben jij? Dit ben ik. Ik ben koning Ruben. Wacht eens even. Wacht eens even. Ik kan hier niks doen hoor, dus geen probleem, sorry. Ik heb, als ik hier doe, dan verdwijn ik als geest en dan kan ik helemaal niks meer. Wat heb jij gedaan met onze vader? Ja. Die vaders heb ik vermoord. En die vliegen hier vast. Ik heb al gezien. Waar? Die vliegen soms ook hier rond, gewoon in de kastelen. Er zijn nog maar duizenden kastelen hier nog meer. Waarom heb je dat gedaan? Waarom? En elk geest zit in elk kasteel. Zeg waarom ik het heb gedaan. Zeg het. Oké. En hoe kom jij aan een kopie van die tegelsdekker? Nou, laten we één ding zeggen. Want ik weet dat jij mijn vader hebt vermoord. En die had hem niet bij zich. En waar komt het... En het zwaard? En dit? Als geest mag je hier gewoon spelen met elke kracht en wanden die je hebt. Hier maak je gewoon kopieën. Weet je wat ik heb hier zo? Hoor dit. Wow, die ken ik ook met deze misschien. Huh? Ik zou achteruit gaan. Mag niks doen. Sorry jongens. Oh. Ik mag niks doen. Als ik hier doe, verdwijnt mijn geest en dan besta ik nooit meer. Sorry. Nou, dat zou wel fijn zijn! Dat zijn de regels hier, oh. Ik kan ook niet slaan. Dat is nou een beetje jammer. Ja. Maar... Wat hebben wij nodig om koning Caleb te verslaan? Oh, mijn broertje is gestoord. Door een heel slecht persoon, een hele verrachtanet of zo, die heeft een grenade. Ja, broertje, volgens mij ben je niet goed wijs. Volgens mij is het jouw zoon hoor. Ik wil niet veel zeggen, maar. Sorry. Het is al heel lang geleden hoor. Je leeft al lang in deze donkere bende. Maar ik vind het wel eng. Waar is de rest van je lichaam? Is dit? Gooit één keer en dan is het misschien voor een maandje is niet normaal. Nou, we kunnen voor een maand of zo. Als je het nodig hebt. Ja? Dan komt er gezellig weer bij ons langs, voor de geest, hè? Oh jee. En dan hopelijk dat je nog steeds hier bent, dat ik niet opeens mijn vader tegen het lijf ga lopen. Nou, dat wordt goed. Je vader kun je ook tegenkomen. Ik heb hem nog gisteren gesproken. Iedereen spreekt hier elkaar. Iedereen is hier gewoon normaal. Ja, waarom zit niemand in de wereld? Caesar werd nog gisteravond geroepen, dus die komt over een week hier. Ik kasteel weer langs, sorry, ja. En mag ik nog één ding vragen? Wat moet jouw zoon in de onderwereld? Daar mocht je nooit heen. Voor mij. Want? Als hij dat zou doen... Waar is de rest van je lichaam? Als hij dat zou doen... Is hij nog sterker dan de god die ooit is overleden in Lions? Waar is de rest van je lichaam? Nou, dan kan ik iets heel spijtigs vertellen. Want er was een of andere vliegend wezen. En die is nu dood. Oh. Nee. Ja?
Waar is zijn lichaam? Wat was het? Was het een soort van witte grote ding? Witte grote geest. Oh. Ja, in de onderwereld werkt het zo, als je zo'n beest mooi met bepaalde krachten, krijg je die krachten ook. Dus die geest maakt geen zorgen en heeft maar één kracht. En dat is een vuurbal. Maar ik zou weg zijn, want de onderwereld doet slechte dingen met onze geest. Die god kan ons besturen. Okay. Dus even één vraagje. Waar is jouw lichaam? Waar is mijn lichaam? Die is weggebrand. Waar is het lichaam van onze voorouders? Voorouders? Die zweven, die vliegen hier rond. Maar zeg maar heel lichaam, hè? Een heel lichaam. Er zijn er maar twee van. En die zijn? Eén van die, hoe heet die gozer ook weer? Toen heet die gozer weer. Die was ooit van de, een nog erger wereld met draken, soort gebied. Hellions. Oké, dat klinkt nou nog meer als een helse naam. Ja, ik ken die weer een of andere Celcius. Die is hier voor het laatst, die leeft hier ook. Dat lijkt mij geen mens zoals jou waar ik even gedag mee kan zeggen. Nou. Ja. Even een vraagje. Ik word weer gespeeld met God. Wacht, nee. Even een vraagje nog, voordat je weggaat. Ik word niet aan doen. Red weg. Vlucht. Okay. Oh. Ik wist dat het geen slim idee was. Oh, jezus. Huh? Ze zijn hier weggegaan. Oké, we komen hier niet uit. Doodlopend. Kom op, mijn ding uit. Neem altijd het do-it-yourself kit mee. Waarom weet ik niet, maar... Oh, shit. Oh. Oh. Yes. Yes. Jongens, geen goed probleem. Deze kant op, ren. Oké. Hoe zijn goden altijd zo sterk in dit soort rare werelden? Hey, ik heb een vraag. Nick, kan hij ons niet terugbrengen? Kijk niet om dat hoekje, gewoon blijven rennen. Waar ben je? Ik voel me heel misselijk, Ik zal het ding. Waar ben je? Ik ben achter je. Ik ga niet meer rennen. Ik ben weer normaal. Ik wil hieruit. Ik wil zo snel mogelijk uit. Oh, lava! Sneller! Hopelijk doet hij ook eigenlijk iets goeds en blaast hij ons hieruit. Of zo. Ja. Au. Wat was het? Shit vast. Oops. Had ik niet moeten doen. Hopelijk zit hier veilig. Ik moet eten. Waar zijn wij? Ik kom überhaupt nog wel naar buiten. Graag nu een van de berg. Oh! Oh, lava, lava! Au. Sneller! Kom naar je toe. Sneller. Oh nee, knik, help. Ik kom niet naar je toe, ik ben weg. Hallo! De cel, hij is weg. Hij is naar op de wereld gegaan. Waar ben je? Oh, ja. Ik kan je er weer helpen, ik kan weer rondvliegen, maar het gebeurt dagelijks, sorry voor het ongemak. Even een vraagje, dat heb ik al heet tijd. Kan je ons gewoon hier uit... Kan je met een spreuk ons hier uithalen? Een spreuk? Dat kan ik wel. Ik moet één bliksemslag hier doen en dan doe ik een andere en dan komen we er daar uit, maar dat doet wel pijn. En dat is hierboven de grond of... In de normale wereld. Bij de portaal. Oké. Doe het maar. Oh nee, neem maar helemaal! Jongens, ik mag hier niet dichterbij in de buurt komen. Het was voor genoegen. Dank u wel. Dank u wel.
We komen weer terug als we nog meer van dat rare spul nodig hebben. Ik kan misschien eens een keertje ooit nog een gesprek met jullie vaders regelen, maar dat is niet gelijk. Ja. Kunnen ze nog terugkomen, denk je ooit? Gewoon in de normale wereld? Nee. Okay. Je kan ze altijd hier spreken. Ja. Begrepen. Wij gaan hier bedankt. Weer terug. Doei. Bedankt. Doei. Doei. Oh. Ah, een reis. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Wat wil je? Ik kom een bezoekje brengen. Blijf op afstand. Afstand blijven, ja. Oh, oh wauw, die was verrassend. We hebben een klein cadeautje voor je. Wat vind je daarvan? Cadeautjes. Ja, cadeautje. Ja, hou je wel van. Hou je vast, je krijgt een klein klapje. Staan blijven jij. Wat gebeurt er? Wat was dat? Ik weet niet. Hij is gewoon weg. Hij is gewoon compleet verdwenen. Dat is gewoon... Kijk, ik imiteer het wel even na. Ik sla hem hiermee. Ik gooide dat ding op hem. En hij kreeg allemaal bliksem op zich. En poef. Wat heb je hier in je hand? Dit is dat spul. Ga het onderzoeken, denk je? Ja, maar wat ik ook even ga doen is... dit ding afsluiten. Zodat hier niemand meer binnenkomt. Als hier demonen zijn, of geesten, of wat dan ook, dan mogen die niet hier nooit binnenkomen. Oh. Nou, ik denk dat het... ja, nou, in ieder geval fijne reis terug. Ja. En ik hoop dat ik je snel nog even mag spreken. Ik ook. Wat de heck? Het was mijn eer om met u dat u mee bent gegaan in deze avontuur. Ja, nogal. Jezus. Wacht even. Je, misschien hebben uw compagnons ook nog... Hier ligt het. Oh, daar. Misschien kunnen ze ook nog wat onderzoeken. Ja, daar zijn ze wel goed in. Ik geef je nog even wat meer. Nou, ik leid ondertussen al mee naar buiten. Ja. Om steeds even allemaal verwerken. Ja, ik ook. Het is gewoon echt een magiewereld. Ik dacht echt dat ik de enige vroeger was met magie. Maar toen kwam ik jou tegen met dat zwaard. En... dit zwaard bedoel je? Ja. En nu bestaat mooie bliksemzwaard. Dat heb ik aan dank voor mijn voorvader. Dus, koning Ruben heeft ons geholpen om zijn zoon uit te schakelen. Een soort van. Mooi. Ik denk dat hij gaat werken. Ik denk dat we binnenkort hulp nodig hebben van die god. Ja. Ik denk dat we hem moeten spreken. Die moeten we echt even gaan zoeken. Ik ga meer man verzamelen. Ik ga mijn generaal proberen te zoeken. Kijk wat hij uitgespookt heeft in de het hele ding. Je kunt hier wel veilig naar beneden, hè? Ja, sowieso met mijn ding. Dus, nou. Tot ziens. De hand op. Sorry. Dat was niet mijn hand. Oeps, kom even hier staan. Ja, dit is mijn hand. Ja, hand op. Ja. Sorry voor het ongemak. Ik hou graag mijn zwaard in mijn hand. Als ik het niet vertrouw. En als je nog iets leuks wilt doen, geef me eens een tikje. Ja, oké. Okay. 3, 2, 1. Doei! Doei, prettige dag! Hetzelfde. Ja. Je vindt het wel weer. Prettige dag. Oh, what the fuck, dude. Fuck, ik heb dit. Dit heb ik gekregen. Dat heb ik gewoon gekregen. Toen ik daar kwam, had ik het al bij me. Die kant is volgens mij naar huis. Ik kreeg niet meer dat. Ja, dat herken ik nog. Toen we gingen varen. Maar. Oh my god, wat is er allemaal gebeurd? Wat doe ik met dit? Geest, is dat een witte geest? Ik ken hem al sinds het begin in mijn inventory.
Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga sowieso kijken waar mijn generaal uithangt. Hoe iedereen is. Ik heb iedereen nodig voor deze strijd. Dit wordt echt... de strijd in de strijd. De crème de la crème van alles. Daar is mijn landgrens alweer. Jongen, we wonen echt heel dicht bij elkaar. Dus we zijn nog nooit tegengekomen. Misschien dat ik al pas ben, maar... voor het eerst in 2 maanden... en dan tot dagen weer op mijn eigen land. Ik ga eerst even slapen en dan bekijken hoe ik het ga doen. Ik ben echt benieuwd. Ik wil een logboek bijhouden, joh. Hoe het gaat en hoe deze strijd gaat. Ik ga even mensen bij elkaar zoeken en dan... ja, eens mensen bij elkaar zoeken en dan ga ik geen cactus knuffelen, maar dan ga ik verder zien. Maar eerst naar mijn paleis.